Hier wordt warmte gemaakt inderdaad. Net zoals u thuis de verwarming aanzet, wordt hier warmte gemaakt voor de hele week. Dus op een centraal punt wordt warmte gemaakt vanuit een duurzame bron. En bij u thuis, of tenminste bij de meeste gezinnen thuis nog traditioneel, heeft u warmte vanuit een aardgassituatie met een cv-ketel. Eigenlijk staat de cv-ketel voor de week op deze locatie. Het ziekenhuis heeft restwarmte. Deze locatie produceert op zichzelf warmte. En als je de parallel doortrekt, heb je hier ook nog aan de andere kant industrie zitten in Almelo. In de toekomst met het Business Excel Park nog meer. Die allemaal restwarmte hebben. En de restwarmte van het ziekenhuis bestaat nog steeds en heeft nog steeds potentie. Wij maken hier al warmte. Dus wij hebben echt de stap nu al gezet. En we hopen dat de partners in de toekomst inderdaad het ziekenhuis gaan zijn. Of eventueel bedrijven op het Business Excel Park. Dat die ook mee gaan doen. Ja, dat zou een hele mooie stap zijn. En de mogelijkheden zijn er. De vraag is alleen van, ja, hoe brengen we dat samen? En daar hebben we ook de gemeente bij nodig, de provincie bij nodig. Daarom zijn we ook samen nu deze trip aan het maken. Langs bestaande gebouwen. En ook potentieel kansrijke projecten. Ja, hoe droog moet dat verschil zijn? Hoe vers is dat? Ik heb gesprek gehad met iemand die biomedet maakt. Die zegt, wij maken ze zo droog dat ze zo efficiënt verbranden. Ik ben hier op werkbezoek om te kijken wat allemaal in Overijssel gebeurt op het gebied van hernieuwbare energieopwekking. Ja. En wat is uw indruk hier? Nou ja, we staan hier voor een centrale ook van Kogas. We onder de indruk hoor, dat je ziet dat toch de aardgas, dat gaat natuurlijk opraken. En dat vervangen wordt door andere brandstoffen. Onder andere door met hout of biomassa, met groene energie. Om op die manier huizen te kunnen verwarmen. Dus dat is een mooie initiatief hier achter ons. Nou, we zijn even op XL Business Park geweest, ook om daar te horen hoe dat bedrijventerrein verder verduurzaamd wordt. En we gaan zo dadelijk nog even naar Kogas zelf, naar het kantoor. En dan in die wijk van Nieuwstraatmarkt om te kijken ook wat daar allemaal gebeurt aan veranderingen op het gebied van duurzaamheid en energietransitie.